Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over het eerste seizoen van de nieuwe anime Blue Lock. Of in ieder geval de eerste helft daarvan. Want ja, over enkele weken gaat de serie alweer verder. Dus we hoeven gelukkig niet al te lang te wachten. Maar nu de eerste helft is afgesloten, wil ik hem toch al gelijk even bespreken. Want ik kreeg eigenlijk te horen over deze anime tijdens het WK natuurlijk. Waarin Japan het opeens verrassend goed deed. Daardoor begonnen mensen natuurlijk al te speculeren dat de Blue Lock Prophecy toch echt gaat uitkomen. En dat er dus inderdaad gewoon een geheim project is van de Japanse regering. Want dat is dus het concept van deze serie. Dat de Japanse regering op zoek is naar een eigen Messi of Ronaldo. Naar de aanvaller die gewoon het nationale team naar een nieuw niveau kan tillen. Het is dus ook wel heel tof dat ze wel gewoon de namen van echte spelers gebruiken tijdens deze serie. En je ziet dus ook nog wel wat artwork van Messi en Ronaldo en zo voorbij komen. Maar er zijn twee dingen die me gelijk opvallen met de manier waarop Japanners dus naar voetbal toe kijken. Sowieso is het voor hun gewoon echt een heel stuk meer analytisch. De manier waarop onze hoofdpersoon dus ook bepaalde situaties soort van analyseert, dat gaat echt gewoon heel erg diep. Maar dat is dus ook wel heel erg typisch voor die cultuur. Ze leggen het zelf ook uit dat Japanners normaal gesproken niet per se het meest geschikt zijn voor voetbal. Want die houden meer van sporten waar echt een structuur in zit. Zoals bijvoorbeeld honkbal. En juist de chaotischheid van voetbal die zorgt er dus voor dat ze een bepaalde leider nodig hebben. En dat is dus ook waar ze naar zoeken binnen hun aanvallers, dat ze wel een beetje egoïsme moeten hebben. En daarbij worden de spelers ook nog eens beoordeeld op hun speciale gaves. En de hoofdpersoon die heeft dus de gave van ruimtelijk inzicht, wat heel erg lastig is om te laten zien aan de juryleden en zo. Maar goed, ze zitten daar dus binnen een bepaald trainingscentrum en ze moeten eigenlijk een beetje een Squid Game of Hunger Games-achtig spel spelen. En uiteindelijk blijft er dus één aanvaller over. En er zijn in deze eerste helft al een aantal twists geweest, waaronder dus de hoeveelheid mensen die meedoen. Ze worden dus eerst laten denken dat ze helemaal onderaan staan, terwijl ze eigenlijk al een aantal van de beste spelers zijn. Maar ze weten elke ronde dus ook een beetje fris te laten aanvoelen en creatief in elkaar te zetten. Want we hebben net een toernooi gehad waarin de hoofdpersoon dus echt een heel team om zich heen had. Maar in de meest recente afleveringen heeft hij dus ook een uitdaging alleen moeten doen. En voor de komende afleveringen gaat hij dus een spel moeten spelen met hele kleine teams. En ze hebben binnen deze 12 afleveringen eigenlijk al gewoon een aantal hele toffe personages neergezet, die je zeker nog ook gewoon verder wilt zien komen. En je ziet het dus ook al aankomen dat wanneer bepaalde spelers uitgeschakeld gaan worden, dat het best wel pijnlijk gaat zijn, omdat we dus al een aardige investering hebben in hun doelen ook. En voor de komende rondes hopen we natuurlijk ook dat onze hoofdpersoon gewoon weer in hetzelfde team terechtkomt met een aantal bekende gezichten. Sowieso zit hij nu dus al gewoon met Bashira weer. Maar het is ook heel tof hoe die verschillende teamleden dus ook allemaal een eigen gave hebben. Waar die Bashira dus een bepaalde snelheidsdemon is, heb je ook die guy met het rode haar die gewoon heel gevaarlijk kan afmaken. En je krijgt voor die spelers ook nog eens backstories, want diegene met het rode haar die is dus niet eens meer zo goed als dat hij was, dankzij een bepaalde blessure. Dus ja, ik moet zeggen dat ze me met 12 afleveringen tot nu toe al wel echt overtuigd hebben. Dat zag ik niet per se aankomen. Ik wist sowieso wel dat er een heel sport anime genre bestond, maar het was nooit iets wat mij echt aantrok. En ja, dankzij het WK was ik toch al een beetje in de voetbalstemming en ik heb dus een heel stuk meer genoten van Blue Lock dan van het WK zelf. Dus wat mij betreft is deze anime zeker het kijken waard en ik hoop ook dat jullie gewoon de tweede helft gaan kijken ook. Dan kunnen we die bespreken wanneer het is afgelopen. Ik ben dus ook al wel een beetje aan het denken van hoe ver deze serie nog doorgezet kan worden. Want in principe als dit Blue Lock toernooi voorbij is, zou je misschien nog door kunnen gaan met een internationaal toernooi of een WK, want dat is wel het uiteindelijke doel. En wie weet maken ze dan van Blue Lock een soort van jaarlijkse traditie, zodat je ook nog gewoon komende seizoenen kan doen met nieuwe personages en zo. Dat is wel iets waarin ik interesse zou hebben, denk ik. Maar ja, laat me weten wat jullie van Blue Lock vinden tot nu toe. Hebben jullie het ook al kunnen kijken? Het is zeker wel een hele toffe sportanime. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.